Voor mij de laatste nacht in Londen. Dus dat betekent vanavond Lennon Stella, het concert. Ik heb haar vorig jaar ontmoet bij Annemarie, het concert in Liverpool. Ook hier te vinden. Misschien, als ik het niet vergeet, komt er nu een i'tje hierboven in beeld waar je er naartoe kan kijken. Ik vond haar toen zo vet dat ik gelijk een concertkaartje heb gekocht toen ik het kon kopen. Vandaar was ik nu even in Londen. En morgen gaan we weer doorreizen. Ik heb morgen in ieder geval in de ochtend nog een afspraak met Kate, iemand van Tinder. Die gaat mij het Olympische Stadion laten zien. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. Maar nu eerst het concert. Ik ga straks al er naartoe. Dus ik ben benieuwd of ik het in één keer kan vinden. Met Annemarie was het wat lastiger. Maar ik ga proberen om weer een beetje vooraan in de rij te staan. En dus ook bij het podium, zodat ik het goed kan filmen voor jullie. Ik weet in godsnaam niet wat ik kan verwachten met een concert van haar. Omdat, ja, vorig jaar was het een voorprogramma. En nu is het echt alleen voor haar. Dus ik ben benieuwd. Op naar het concert. Oké, ik heb het eindelijk gevonden. Na een lange reis. Echt een metrostation en ik ga niet samen. Het is echt een doolhof. En Google Maps kan Engeland op een of andere manier helemaal niet goed aangeven. Dus ik ben de hele tijd. Maar er zitten nu nog maar 5 mensen voor de deur. Ik ga eerst even de stad verkennen. En dan kan ik er vanzelf voorbij zien. Kijken, hopen dat ze het niet mij raar aankijken. Dat ik als enige jongen waarschijnlijk daarbij gaat zitten. Maar goed, dat zien we straks. Is even de stad een klein beetje verkennen en dan vanavond het concert. Oké, ik was net hier dus in verdwaald. Ik bleef maar rondjes lopen. En ik vroeg me net af van hoe kan ik in godsnaam verdwalen in een centrum. Alleen nu sta ik buiten en zie ik eigenlijk hoe groot het is. En nu snap ik ineens waarom ik er verdwaalde. Ik probeer nu even wat beelden in te brengen. Maar het verklaart een hoop als je de buitenkant ziet hoe je hier kan verdwalen. De muziek was wel rustgevend, dus dat wel. Oké, ik ga gewoon denk ik naar het concert. Ben ik 3,5 uur te vroeg. Ik laat mezelf een gek. Alleen in dit stadje is echt alleen maar winkelcentrum en een paar winkels. Geen kut te doen, naar mijn mening. Ik vind dat in ieder geval niet zo leuk op vakantie te doen. Kan ik thuis ook, dus we gaan er gewoon voor. Hopelijk op wat gezelligheid daar. Is in ieder geval beter dan allemaal winkeltjes in en uitlopen. I'm tired of trying to hold on to you.
How do we get here? Asking myself why I'm so tired. Better if we do this or not. Stop me, but I'm not sure.